Afgelopen week zijn we weer eens langs geweest bij Sus & Soul Artist in Residence. Het was de beurt aan Toepie en deze dame is een virtuoos met het maken van handcraft sieraden. Kijk mee wat ze allemaal kan en wat ze allemaal heeft gepresenteerd. Ik sta hier met Toepie, de hele mevrouw van deze week van Sus & Soul. Toepie, waarvoor staat deze naam? Toepie is eigenlijk een toetelnaam. Toen ik nog jonger was, like a baby, noemde mijn moeder me Toepie, omdat ik een, hoe noem je dat, een pito had. Dus pito is echt eeflig, maar toch? Dus vandaar mijn naam Toepie en ik heb het behouden omdat ik het echt zo uniek, kort, krachtig vind. Een beetje Afrikaans. En wat is Toepie's echte naam? Griëlda Goyo. Toepie, hoe lang ben je al bezig met kunst? Vast 5 jaar. En wat voor vorm van kunst heb jij voor gekozen? Ik ontwerp sieraden, ik ontwerp kale bastassen, ik ontwerp van alles. Dus ik ontwerp alles dat ik leuk vind. En hoe heb je kunsttalent ontdekt? Mijn moeder is van beroep lerares in de modevak. Dus ik dacht, ik ga mijn moeder joinen. Ik maakte sieraden. Maar je weet, wanneer je jong bent of jonger bent, dan maak je dingen, maar je bent niet echt serieus. Dus los en vast ben je bezig. Maar 5 jaar geleden had ik echt geen optie. Ik moest gewoon doen met dingen die ik had. Dus heb ik gewoon gekozen voor mijn talent. Ik heb gemerkt, je hebt veel van bepaalde vruchten uit de natuur. Klopt. En is dat je specialiteit om specifiek op zoek te gaan naar zulke dingen? Ja, reden waarom? Suriname is groen. Waarom niet gebruiken wat je hebt? Je hebt het al. Je moet het nog bewerken. En dat wil ik naar buiten duwen, om het zo te zeggen. Wij als Surinamers kunnen gebruiken wat wij hebben. Het kost je bijna niks om iets moois te maken. Die dingen groeien, ze vallen, je kan ze oprapen. Snap je? Dus ik vind, men roept het of noemt het afvalmateriaal. Ik vind het mooi. Dus als ik het zo zie, raap ik het op. Ik ga het mooi schoonmaken, vernissen of wat ik ermee ga doen. En dan wordt het een hele mooie pracht van een werk. Ben je lang bezig in de zin van, als je, laat zeggen, je wil wat sieraden ontwikkelen, dat je urenlang bezig bent ermee? Jawel. Ik heb één daar, het heet Culture, Kulturu. Ik ben zeker 6 maanden ermee bezig geweest. Reden waarom? Ik wist niet welke kant ik op moest ermee. Het was eerst een schouderdoek. Daarna heb ik versierd met kokoskralen. Daarna werd het met papamonies. Ik dacht, oké, hold it. We weten nog niet waar we gaan. Ben ik begonnen met glazen kralen. En toen dacht ik, oké, dit wordt iets. Dit lijkt op een toepie. Laten we doorgaan totdat het af was. Dus ik geniet ervan, hoor. En het is een soort van uitlaatklep voor mij. Ik mediteer op mijn werken. En ik heb het ook opgeschreven op mijn werkjes. Dit en dat heeft me geïnspireerd. Dit is mijn boodschap. Octopus, een veelzijdige vrouw. Je kan zijn wie je wilt zijn. Wil je 2 dingen doen per dag? Wil je 15 dingen doen? Jij bepaalt dat zelf. Toepie, wat is je boodschap aan jonge kunstenaars? Doe wat van je houdt. Begin met wat je hebt. Ik zeg het vaak genoeg, je hebt geen lening nodig of andere dingen. Je kan echt uitkomen met dat wat je hebt. Je moet gewoon ervan houden. Anders ga je niet dagelijks kunnen werken aan iets waarvan je niet houdt. Dus hou van wat je doet en dan komt het zeker goed. Het ruimt, hè? Ruimt helemaal, ja. En vandaag heb je workshop? Ja, mijn eerste workshop. Het was echt druk bezocht. Ik dacht niet dat ik zoveel mensen zou krijgen. Maar mijn opkomst was perfect. En is het moeilijk om handcraft te doen? Voor mij niet. Maar die mensen die naar hier zijn gekomen, wat vonden ze ervan? Ze hebben sowieso een stuk van zichzelf meegenomen. Omdat ik dat doe. Je komt met niks, maar je gaat met iets weg. Anderen hebben met draad gewerkt, anderen hebben met kraaltjes gewerkt. Ik had zelf 4 meisjes, die vonden het zo leuk. Ze hebben aan hun moeder gezegd, kunnen we dit morgen weer doen? Dus het is geslaagd. En het was wel niet echt een uitdaging,
Maar ik vond het leuk dat ik bijna elke categorie had, dus qua leeftijd. En ik had mannen, ik had vrouwen, ik had kindertjes. Het kan niet mooier worden. Toepie, succes. Dankjewel.